In heaven there is no beer. That's why we drink it here. And when we are gone from here, our friends will be drinking our beer. Godver. Hallo en welkom bij Uitstellengedrag. Ik ben Seppe en ik heb een drankprobleem. Ik ben Seba en ik zuip mij graag in een coma. Ik ben Vincent en ik heb ook een drankprobleem. En vandaag hebben we een gast. Dank Stel je jezelf Hallo. Maar voor. Ik ben Wout, ik heb een beetje een drankprobleem. Dus ik pas hier. Gaat al de goede kant op. Hè. En Wout is onze Grammy? Nee. Oscar. Sorry. Wout is onze Oscar-specialist en een goede vriend van de podcast. En je gaat vandaag voor ons het thema van de Oscars inleiden en een beetje meer uitleg overgeven. Okay, ik weet dat nog zelf niet, maar je gaat het dus inleiden. Oké. Okay. Ja, voilà. Gisteren nacht, niet deze nacht, eergisteren nacht, waren het de Oscars. Natuurlijk was er niet superveel verrassing, aangezien de Oppenheimer sweep, zoals iedereen wel had verwacht. Christopher Nolan eindelijk zijn Oscar gekregen. De paar verrassingen waren misschien Emma Stone, die daar nog eens een Oscar heeft gewonnen, naar La La Land win. Terug met Poor Things van Yorgos Latino, wel een goede director. We kennen hem allemaal. Hebben jullie al van Poor Things gehoord? Ja, nee. Wel gehoord. Man. Bij de Oscars wel. Ja. over waar gaat die film? Ik heb hem zelf nog niet gezien en ik ben er eigenlijk een beetje van weg aan blijven, zodat ik niet exact weet wat het plot is. Mm-hmm. Maar het gaat dus vooral over... er zijn een aantal karakters die heel speciaal eruit zien. Zoals bijvoorbeeld Willem Dafoe ziet er helemaal verminkt uit. En ik denk dat het gaat over een soort tot leven gebrachte mensen die dan een bepaalde rol hebben. Het is heel speciaal gefilmd, heel mooie beelden. De dingen die ik er al van heb gezien, ziet er prachtig uit. Dus waarschijnlijk wel een juiste win van Emma Stone, I guess. Ze hadden toch de Oscar gewonnen voor beste kostuums? Volgens mij. Nee, zij heeft voor beste actrice. Nee, maar de film zelf. Ja, de Oscar gewonnen voor beste kostuums en die is uitgereikt door John Cena. Bloot. En die kwam prachtig op stage. Ja. Hij was niet helemaal bloot. Hè? Jawel, nee, sowieso. Nee. Jawel. Ik heb foto's gezien van de backstage dat hij wel iets over zijn afgeplakt. Maar daar had hij de vraag, alleen de kaarten over, niet? Hij had een soort stukje stof daarover. Dat was zo'n backstage foto. Maar jammer. Het mooiste deel van de Oscars vond ik de I'm Just Ken. Ja, absoluut. De Kennergy, echt die video, dat was echt prachtig. En hij daar geperformed heeft, dat is echt goed. De Barbie-film heeft weer niet veel gewonnen. Nee. Waar, beste soundtrack of beste lead? Met Billie Eilish. Billie Eilish heeft de tweede Oscar gewonnen. Jongste tweede Oscar-winnaar ooit. Bizar. Heel bizar, want uiteindelijk is hij een artiest en geen filmmaker. Ja. Maar, alweer geen Oscar voor Margot Robbie? Nee, maar, ik weet ook niet. En er was vorige keer ook, denk ik, een beetje... Voor welke film? Voor Barbie. Voor Barbie. Er was vorige keer ook een beetje discussie rond. Dat Barbie is natuurlijk een film met een heel feministische achtergrond. En wie had er dan vorige keer gewonnen? Met een ander filmfestival. Ryan Reynolds had toen gewonnen en Margot Robbie had niks gewonnen. Dat was vorige keer ook wel. Ryan Gosling. Ryan Gosling had toen niks. Ik denk Ryan Reynolds, Deadpool. Deadpool had gewonnen voor de Barbie-film. Dus en wat was er dan deze keer ook? Robert Downey Jr. Die heeft me echt laten verschieten dat hij... Ja, dat was wel verwacht, dat hij voor supporting actor beste rol ging winnen. Ja. Maar hij heeft het ook wel verdiend. Ik bedoel, hij is lang in Hollywood een beetje een trouble boy geweest. Ja. Met verslaving bezig geweest. En dan als Iron Man gecast. En dan eigenlijk 10 jaar in een gat gezeten van nergens gecast te worden. Want hij was Iron Man, punt. En hij vond dat zelf ook niet... heeft vaak ook... laten weten dat je dat zelf niet zo leuk vond om gewoon alleen als Iron Man gezien te worden. Wat vonden jullie daarvan dat die presentator daar grapjes over maakt over zijn verslaving en zo? Jimmy Kimmel mag... Ja, ik ga niks zeggen. Jimmy Kimmel mag wat? Jimmy Kimmel mag...
Ja, we begonnen ook gewoon over Killers of the Flower Moon. Ja. Een van de eerste jokes was van... Ja. Ja, tijdens de film had ik mijn post kunnen laten opsturen en zo. Precies of dat erg is dat een lange film is. Man, je komt naar de Oscars, niet naar fucking TikTok-uitreiking. Nee, dat is waar. Oppenheimer was ook 3 uur en die heeft ook 7 Oscars gewonnen. Ja, exact. Wacht naar eens op. Ja, Martin Scorsese ook nog altijd niet, hè, met Killers of the Flower Moon niks gekregen. Dat was ook verwacht dat de hoofdrolspeelster Best Actress ging winnen. Lily Gladstone, maar dus in de plaats daarvan is Emma Stone gewonnen. Voor Lily Gladstone had het de eerste keer geweest dat een Native American had gewonnen. Dus dat had ook wel natuurlijk groot geweest voor Native Americans. Ik vond het jammer dat misschien volgend jaar kan Will Smith presenteren. Ik kan Chris Rock hem slagen. Ja, hey, wie weet. Hij had toch een 10 jaar ban gekregen. Heeft hij een 10 jaar ban gekregen? Ja, hij heeft een 10 jaar, volgens mij wel. Maar ik vind het... Ik weet niet, het leek voor mij een beetje geacteerd of zo. Wat vonden jullie daarvan? De slap. Gaan we even helemaal terug in de tijd? Dat is wel heel lang. Uiteindelijk is dat wel het meest interessante dat er over laatst in de Oscars is gebeurd. Nou, die slap was echt een cartoon. Oh, I'm just kidding. Ja. Ik vind dat Will Smith dat niet had mogen doen, maar dan vind ik ook wel dat als Chris Rock grappen mag maken over Will Smith zijn vrouw, dat Jimmy Kimmel misschien ook wel grappen mag maken over Robert Downey Jr. Mm-hmm. Zeker als je in Hollywood zit. Maar ja, het komt gewoon altijd, het komt gewoon bij sommige mensen niet altijd in het juiste keelgat. En dat hangt er vooral vanaf. Of dat je weet over wie dat je praat. Ik zou, als ik zelf zoiets zou moeten doen of zo. Tuurlijk gaat je over de mensen dat je kent iets uitlokkendere mopjes maken of zo. Maar wij weten niet hoe dat staat. Dus bijvoorbeeld een Jimmy Kimmel en een Robert Downey Jr. En dan zeker als je dan over die vrouw begint. En die heeft dan, Maar ja, Will Smith heeft het al niet echt makkelijk gehad met zijn vrouw. Dat is nu niet de meest loyale. Dus dat, ja. Maar over grappen maken op prijsuitreikingen, want Ricky Gervais heeft dat ook heel veel gedaan. Ja. Maar hij is gewoon een legend. Hij mag dat. Hij heeft echt... Wat was dan het verschil met Ricky Gervais die moppen maakt en Jimmy Kimmel die moppen maakt? Is het meer omdat Jimmy Kimmel op de man speelt en Ricky Gervais meer op het Hollywood zijnde van... Ja, dat denk ik wel. Ja. Hij was ook zo van... Hij zei zo op podium van... Ja. I don't give a fuck. I know over he's your friend. Mensen, ja, en over al die mensen van Hollywood die rare shit hebben gedaan. Dat vond ik wel mooi dat hij zei van ja, ik heb daar niks mee te maken, dus ik kan daar gewoon over oordelen. Eigenlijk even voor context. Ricky Gervais is dus eigenlijk gewoon iemand van de UK die ooit een speech heeft gegeven op de Oscars. Ja, en maar is heel veel comedian. Een heel bekende comedian. Ja. Een goede serie ook over The Office. Ja, Office. Afterlife ook. Ja, Afterlife. Heb je dat gezien? Ja, ik heb dat gezien. Dat was echt heel goed. Eens echt goed. En ook niet The Invention of Lying? Ja, die Invention of Lying. Die heb ik gezien. Nee. En hij geeft dus een speech bij de Oscars al een aantal jaar geleden. Nog steeds een heel legendarische speech. Die bij velen slecht binnenkwam, maar bij velen ook heel goed binnenkwam. Puur omdat het eindelijk op de kop aanduidt. Ja. Nee, wat als nee, fout is met Hollywood. Had ik dat gezien van Al Pacino, mij. Ja, dat is zo. Ik was het even kwijt. Hij ging de beste, dat was toch de hoofdreis, hè, voor de beste film uitreiken. Ja. En hij pakt zo die envelop en zei: I see Oppenheimer. Zonder de nominee, zonder iets van show te maken. I see Oppenheimer. En opeens zo allemaal muziek gaat spelen en zo. En dan zegt ze van: What just happened? Echt inderdaad. Ik was niet Killian Murphy. Toch wel echt zwaar verdiend. Ja. Sorry, maar die gast heeft zo lang al bezig in zo'n goede films. Echt. Maar ik weet niet, wat veel mensen niet hebben gezien, waar hij mee heeft gedaan, is Peaky Blinders. Maar ik was daar zo van. Cool. Dat was zo goed, maat. Echt niet normaal. Volgens mij, daar piekte hij zelfs. Dat was echt zo goed in die serie. Ah, Oppenheimer is gewoon zo'n bangelijke rol ook. Dat hij daar zichzelf precies heel hard in heeft verloren. Hè. Mm-hmm. Ja, als je zo ziet... Er zijn zo TikToks over wat hij allemaal heeft gedaan voor die film. En dat hij Nederlands heeft geleerd en zo. Ja, blijkbaar was dat fout. Ik denk dat Duits, Duits was in plaats van Nederlands. Duits. Dat wordt als Dutch op TikTok gezegd. Maar het was echt niet verstaanbaar in de film. Het was echt niet verstaanbaar. Maar hij heeft echt zo'n method acting. Die rol. Maar het was in Leiden. Het was wel in Leiden. In de film werd gezegd dat het in Leiden was. De Universiteit van Leiden. Dat is wel Nederland, niet? Ah ja. Ja. Maar het was niet verstaanbaar. Nee, het was echt geen Nederlands. Dat was allemaal Nederlands. Ik heb wel gezien, als er ondertitelingen onder de scène plaatsen, is het wel te verstaan. Ja, maar dat is niet bij alles, hè. Als er Nederlandse ondertitels onder staan, dus het is wel... Richting Nederlands. Het is zo'n beetje zoals West-Vlaams. Snap je? Okay. Het moet Nederlands voorstellen. Oké, En een beste animatiefilm.
Hebben jullie daar iets over gezien? Nee, ik heb het ja, de Spider-Man was toch genomineerd? Was genomineerd, ja. Spider-Man Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse. Die heb ik wel gezien. Dat vond ik wel leuk. Ja, wie heeft gewonnen? The Boy and the Heron van dezelfde maker als Howling Castle. Studio Ghibli. Ja, Studio Ghibli. Die heb ik gezien. Dat was een maf goede film. Heb je Boy and the Heron gezien? Ja, die heb ik gezien. Oké. Okay. En in het Engels of in het Japans? In het Japans. Want heb je gezien dat de cast van de Engelse eigenlijk ook heel goed is? Robert Pattinson, Willem Dafoe. Christian Bale, die speelden allemaal Engelse karakters in de gedubte versie. En Robert Pattinson, die klinkt echt belachelijk graaf daarin. Dat is echt ongelooflijk. Je herkent die gewoon niet. Als je dat niet zou weten, zou je denken dat Willem Dafoe is of zo. Ik vond het wel, nu dat we toch over The Boy and the Heron bezig zijn, mm-hmm. Ik vond het een maf goede film. Ja? Die ze echt in... Classic Studio Ghibli, het was wel de laatste Studio Ghibli-film. Kan iemand even context geven bij die film? Want we hebben echt geen idee wat er gebeurt. Totaal geen idee. Studio Ghibli is een Japanse... Uh-huh. Animatiestudio. Een animatiestudio. En die hebben al heel veel films gemaakt. Die zijn super bekend in de... Misschien kent je wel Spirited Away. Spirited Away. Nee, ik denk dat wij echt... My Friend Totoro. Ik kijk nooit films, sorry. Nee, okay. Princess Mononoke. Howl's Moving Castle. Yeah. Die ken ik wel. Ja? Nee, natuurlijk niet. Het zijn dus echt heel prachtige geanimeerde films. En ze krijgen heel veel praise. Een soort anime. Ja, het is anime. Ja, maar goed voor jong en oud. Okay. Ja. Denk ik wel. Mooie verhalen. Niet gewoon vechten, maar echt gewoon zo mooie verhalen met een boodschap. En meestal ook over een kind dat iets meemaakt. Een aanrader dus voor de luisteraars. Zeker. Zeker. Oké. Okay. Maar Into the Spider-Verse, de hoofdacteur had gezegd dat ze geropt waren. Maar dat is ook bij veel mensen... Maar ik denk dat iedereen altijd wel vindt die de Oscar niet wint. Barbie vond dat toch ook een rol. Ja. Maar ik denk dat Barbie gewoon die naam tegen heeft vooral. Hè. Dat was ook op het nieuws. Ja. Kwam er ook iemand zeggen van ja, Barbie is misschien te commercieel voor de Oscars. Ik wil eigenlijk niet haten op de Barbie-film. Ryan Gosling was... Vond ik nog beter, sorry, dan Margot Robbie in die film. Gewoon eigenlijk omdat hij gewoon. Je bent gewoon verliefd op Ryan Gosling, zeg je. Ja, is wel waar, is wel een knap man. Maar die is gewoon, het is gewoon echt hilarisch. En ook, ik weet niet, hoe noemt hij nu weer? Grappig. Will Ferrell, die speelt daar ook in mee. Die is altijd hilarisch. Ja. Echt in welke film dan ook meespeelt. En hij had, ik weet niet of hij genomineerd was voor die supporting role, ik denk het niet. Maar hij had voor mij ook wel echt een supporting role mogen krijgen. Echt waar. Echt. De uitstellen Oscars. De uitstellen Oscars. Will Ferrell in Barbie. Je hebt het goed gedaan, Will Ferrell. If you are listening, you did very well. Will Ferrell, dankjewel. You did very well. Wauw. Zelfs de cameraman vond het grappig. En dan beste buitenlandse film. Hebben jullie daar iets van gezien? Nee. Je hebt, Parasite. Ah ja, dat heb ik wel gezien. Dat was met die hond, toch? Met die hond. Ja, er was inderdaad iets met een hond. Hey, je hebt An Enemy of a Fall, dat is een film over een blinde jongen die een moord meemaakt en die dan op trial wordt gezet. En er speelt ook een hond mee in die film, die daar heel bekend is geworden, die noemt Messi. Messi? Ik wou bijna zien. Messi the dog. Oh, en is, en ze hadden dus aangevraagd. Ze hadden dus aangevraagd om Messi mee te mogen laten komen naar de Oscars. En er hebben een aantal Oscar-organisaties gezaagd dat hij daar niet mocht komen. En uiteindelijk was hij dan niet meer invited. Maar ze hebben het uiteindelijk nog wel geregeld dat er was, omdat er zoveel backlash was op waarom zou je geen hond uitnodigen. Kom aan. Dat was een met zijn strikje, zeker, ja. Ja, die golden retriever, niet? Nee, geen golden retriever, een witte hond met zwarte... Een witte hond, ja, sorry. Maar was hij blinde geleide hond? Totaal iets anders voor mij. Nee, het is gewoon... ik denk dat in die film speelt hij zeg maar de familiehond of zo, die daar ook iets heeft meegemaakt. Een border collie. Ik denk het wel, ja. Het ik denk een film met een hond dat jij bedoelde, Space Buddies. Niet? Nee, ik bedoelde die hond. Waar ben je aan het jappen, man? Ik bedoelde die hond. Er waren zelfs shots op de Oscars dat Messi aan het klappen was met zijn poten. Er lag een gast op de grond onder die stoel met zo twee valse poten vast aan het klappen. Waar worden de Oscars eigenlijk opgenomen? Dat verschilt, denk ik, in elk zijn. Jaar. Ja. Was hij in Miami dan, dat Messi kwam? Of? Messi. Nee, het was... Oké, vindt het hilarisch? Dan moet hij eigenlijk even Jamie even opzoeken. Jamie. Hoezo Jamie? Als ik mij niet vergis, de Grammys waren elk jaar ergens anders. Dus je hebt een keer de Grammys in L.A. of in New York. Met de Oscars weet ik het niet precies. Het lijkt me logisch elke keer in L.A., omdat Hollywood daar is. Mm-hmm. Maar ik ben eigenlijk niet zeker. Wordt uitgezonden vanuit de Dolby Theater in Hollywood.
Hollywood. Oké, okay, Hollywood. Oh, toch Hollywood, gewoon elk jaar hetzelfde. Ook logisch dat dat Hollywood is. Elk jaar is het verandert nooit. Zou jullie daar graag naartoe gaan? De Oscars? De Oscars. Nee, ik zou niet weten wat ik daar moet doen. Ik had al veel meer gezien van die mensen die dan... er waren protesten buiten over voor Gaza en zo. Dat die door die protesten moesten wandelen, omdat wegen waren afgezet. Dus erg. Ik zou alleen gaan als er geen protesten zijn. Alhoewel, ik zou wel willen gaan. Terug naar de luchtige vraag. Ja. Zou jullie naar de Oscars willen gaan? Alhoewel, ik zou eigenlijk toch wel willen gaan. Gaan we samen? Ik denk dat wij sowieso met uitstellig gedrag wel een paar Oscars zouden winnen. Jij zou vooral in een kamer met Margot Robbie willen zitten. En Ryan Gosling? Nee, Ryan Gosling. Oké. Nee, breng mij maar naar een Antwerp match of zo. Dat is veel interessanter. Oei. Ja. Ik weet niet, je ziet wel alle legends bij elkaar. Hè? Kom, Killian Murphy. Ja, dat is wel zo. Ah, maar je weet wel van de helft dat die daar op Epstein Island zijn geweest. Dus op dat vlak wil ik dan weer niet naar daar. Oh. Oké. Okay. Hebben jullie iets van muziek gezien van winnaars? Want Oppenheimer heeft ook muziek gewonnen. Ludwig Göransson. Een componist. Hebben jullie dat nog niet gehoord? Ja, jullie hebben Oppenheimer allemaal gezien, hè? Toch? Ja, ik heb Oppenheimer niet gezien. Okay. Ik ook niet. Okay. Ik heb alleen wel de memoriam gezien, van wie er allemaal overleden was en dan allemaal een ode aan. Maar echt van muziek, niet echt. Ja, dat was een goede soundtrack voor Oppenheimer. Echt prachtig. Ja, ik denk dat volgend jaar vooral Dune 2 alles gaat sweepen. Dat kan wel goed zijn. Ja. Dat breekt nu al records, niet? Ja. Mm. Ja. En ik denk voor... Want is er ook niks van series? Voor series is er niks van Oscars. Wel kortfilm. Die heeft, Ik heb de kortfilm gezien. Dat was de enige Oscar-winnaar op Netflix. Dus ik dacht, ik doe mijn voorbereiding. The Wonderful Story of Henry Sugar. 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 Cigar. Cigar. En dat was een film van Wes Anderson. Die voor het eerst een Oscar heeft gewonnen. Heel goede regisseur. Met zo'n heel eigen stijl. Mm-hmm. Heeft ook... Grand Budapest Hotel gemaakt, The French Dispatch. Ja. En, die allemaal. En het was basis van een boek van Roald Dahl. Ja, ik ga het niet heel plot uitleggen, maar ik vond het een heel mooie film. Het was heel raar, omdat hij altijd... Het was een soort van in derde persoon. Dus dat werd dan geacteerd, maar dan zei hij van... Dan zei hij een line, een acteur, en dan zei hij... Sad eye. Dus, snap je? Het was... hoe zeg je dat? In derde persoon. Zoals Morgan Freeman doet. In derde persoon toch? Narrated. Dat vond ik wel interessant. In derde persoon toch? Ik vond ergens ook, hield dat mij tegen om echt in dat verhaal te zitten. Omdat je altijd dacht van, oké, we zijn iets aan het spelen. En heb jij ooit nogal kort films gezien? Nee. Dat is zoiets dat je niet direct opzet, hè? Nee, dat is wel waar. Alleen. Maar kort, dat was 40 minuten. Dat is een kort film. Dat was onze podcast, hè? Ja, uiteindelijk. Kort. Nee, kort film, dan denk ik zo 20 minuten of zo. Nee, ik denk kort film toch sowieso niet maar 20 minuten. En nu dat we toch over prijzen bezig zijn, we moeten nog een fout rechtzetten van vorige aflevering. We hebben toen gezegd dat Israël mocht meedoen aan de Eurovisie Songfestival, het Eurovisie Songfestival. En dat de reden was omdat Israël superwesters is. Dat was dus een fout waar wij op zijn gewezen. Het Eurovisie Songfestival wordt door de EBU gefinancierd, dat is de EBU, de European Broadcasting Union. En die hebben dus enkele voorwaarden voor dat je mag meedoen. En één daarvan is persvrijheid. Ja. En persvrijheid is de reden dat Rusland niet meer mocht meedoen en de reden dat Israël nog wel mag meedoen. Dus dat is een fout die dat wij even moeten rechtzetten. We zetten onze fout recht. Ja. Ik zie ze nog altijd liever vertrekken. Ja. Maar we waren fout. Mm-hmm. Dus dat moeten we dan wel toegeven. Als ik kan nog veranderen. Ik wou nog een ander onderwerp aansnijden eigenlijk. Hebben jullie het gelezen over de brand bij Niels, de stadsbouwer? Bij Nielsje. De beste dag van mijn leven. Nee, dat kun je echt niet zeggen. Die gaan we al, hè. Maar hij heeft wel gelijk, maar dat kun je echt niet zeggen. Dat niet op camera. Het was dus eigenlijk een soort bedrijfsgebouw. Dat is afgebrand, wat niet per se van hem was. Maar hij had daar een loft in. Ja, was, van dat een gloeilampbedrijf, dacht ik. In Deerlijk. Of iets van een licht... Nee, dat was iets van een lichtbedrijf. Die hadden lampen. Ja. En hij had daar een loft van, de bovenste verdieping, inderdaad. En hij was ook in zijn loft, samen met zijn hondje. Ja. Niet Messi. Messi. Toen dat de brand uitbrak, maar ze zijn allebei in veiligheid. En ondertussen is er al een crowdfunding gestart. Ja. Maar je ziet het verschil tussen Niels de Stadsbader en Acid bijvoorbeeld. Want voor deze crowdfunding was volgens mij... 3000 of zo? 2000? Maar dan kan het tenminste één dag peren voor een nieuwe loft. Ja, voilà. Maar heeft die geen genoeg geld? Ja, dat dacht ik ook al. Ja, dat wou ik dus aanhalen. Acid heeft echt geen geld, hè. Maar
Nee, wat vinden jullie daarvan dat zo iemand zoals Niels de Stadsbader een crowd... Allee, heeft hij zelf Nee. Dat waren superfans. Superfans. Gaat hij het geld aannemen? Ik ging niet zeggen, maar... Of dat hij het moet aannemen, of dat je dat correct... Of gaat hij het aannemen? Is dat geweten? Wilt je dat aannemen als dat maar... Allee, ik bedoel, dat is maar 3000. Sorry, maar het is maar 3000. Snap je? Als hij, hij kan dat nu beter toch door... Hij kan toch geen nieuwe loft kopen met 3000. Kan hij even goed doorstorten naar een goed doel. Hè? Dan komt hij nog goed uit de bus. En dan zien mensen hem nog als een lief persoon en zo. Nu ook, daar niet van. Hè, nog een sportpaleisje doen. Oké. Okay. Ja, inderdaad. Iets breder. Celebrity crowdfunding. Is dat iets dat jullie negatief tegenop kijken? Of dat hangt er echt vanaf. Ja. Dat hangt er echt van situatie. Ik vond bij Ace het wel terecht. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die helemaal andere. In Australië, Jordi. Ja. Een politieke YouTuber uit Australië die daar commentaar gaf. True Jordi. En zijn huis is gebrandbomd door... Oh, no. Door politieke maffia. Ja, politieke maffia. Omdat hij commentaar had op politiekers in Australië. Ja, snap ik dat wel. En voor zoiets zou ik bijvoorbeeld wel een crowdfunding of zo opstarten. Of dan zou ik dat wel eerder zien. En eigenlijk, als persoon die keilang huis gemaakt heeft gekeken... Sorry. Echt ervan, hè. Trouwens, als iemand kijkt, Bea of zo, of... Huisgemaakt? Ja, huisgemaakt. Niemand heeft een huis gemaakt, behalve hij. Dus dan krijgen ze eigenlijk gewoon een bepaalde tijd. En dan moeten ze een huis bouwen. Dan krijgen ze een paar weekenden daarvoor. Dan moet hij elk weekend komen naar hun werk, als die werk hebben. Dan moeten die in de weekends komen werken aan het huis. En dan krijgen die een budget dat die eraan moeten werken. En dan kunnen ze verdienen door op de eerste plaats te eindigen. Een huis verdienen, die moeten zelf hun huis verbouwen. Ja, vanaf nul, hè. Vanaf nul afbreken. En moeten ze het zelf betalen. Nee, en eigenlijk, zelf betalen. Eigenlijk, die twee andere huizen hebben ze dan eigenlijk voor de twee... Wacht, er zijn drie... Eerst beginnen ze met 6 koppels. Begin bij het begin. Ja, begin bij het begin. Er zijn 6 koppels geselecteerd. En daarvan gaan ze al beginnen... Er is 3 vestigingen. Eentje in Aalst, eentje in Antwerpen, eentje in Hasselt. Daar zitten elk 2 koppels. En van die 2 koppels wordt dan 1 koppel uitgekozen voor elke stad. Als beste in de eerste, dat is dan de afbraak en misschien een beetje een deel van het begin, allee, terug stukken en zo. Maar dan ben je nog met 3 over, van elke stad 1. En dan bouw je gewoon verder en verder en dan maak je zo goed mogelijk en zo perfect mogelijk je huis. Ik maak echt alles, hè. Leidingen, alles. En dan wie wint... Die mag zijn huis houden, die krijgt zijn huis. Die andere hebben we gaan op straat. Nee, ja, die anderen die hebben echt dat huis gewoon gebouwd voor niks. Hè. Die hebben een tijd dat hun werk daar ingestoken voor niks. Want die winnen dat huis niet en die zijn spijtig genoeg verloren. En die andere 2 huizen die dan van de verliezers, die worden dan gewoon op de markt gegooid. No. Te koop voor andere mensen, jawel. En dit jaar had Antwerpen weer al gewonnen, 2e jaar op rij. Antwerpen. Enis en... Enis. En ik ben de andere naam vergeten, sorry. Enis en zijn vrouwtje. Enis en zijn vrouwtje. En ze hadden gewonnen. En de andere was Bouw van Kelly. En die hadden net zo tegen het einde van die aflevering, van het seizoen, als ze aangekondigd dat ze een baby gingen krijgen. Dus dat is echt zo fucked up, hè. Oh my God. Die maken net bekend dat die een baby gaan krijgen, dus die hebben dat huis echt fucking hard nodig. Dus jij wilt een crowdfunding voor hun starten? Nee, mensen zijn een crowdfunding voor hun gestart. Ah. Die hebben echt... Ja. En die echt zo, direct na de serie. En die hebben 32.000 of echt zo meer... Okay. Echt heel veel bijeengeraapt. Dat maar spijtig genoeg was het huis al verkocht op de markt. dat is het harde leven in België, hoor. Dat is een paar maanden huur. Een paar maanden huur, ja. Of een lening bij de bank. Anna en Enis, dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, Jamie. Shout-out, cameraman. Waarom shout-out, Anna? Omdat van Joe Rogan? Ja. Bij de Joe Rogan podcast noemt hij ook de cameraman Jamie. Of de opzoekman. Maar shout-out, Jamie. Shout-out, Jamie. Dankjewel. Shout-out, Xander. Oké. Okay. Dan hadden we nog... Crowdfunding. Examens. Examens, ja. We hadden voor het eerst... onze grote following ingeschakeld op Instagram. En we hadden een paar inzendingen gevraagd over hun ervaring met examens. Vooral, misschien moeten we beginnen met onze eigen examens, Seba. Mijn examens? Oké, dat is eigenlijk echt erg. Mijn examens gingen helemaal niet goed. Beetje onderschat. Laten we zeggen, ik moet wel 5 herexamens opnieuw gaan doen in de zomer. Maar niks...
niks dat niet opgelost kan worden, snapte? Ik had allemaal negens. Ja. Een negen is niet slecht, hè? Het is wel gebuist. Opgelost. Het is gebuist, maar... Opgelost te geraken. Ja, dat geraakt. Goed te komen. Ja, dat komt goed. Komt goed. We starten wel crowdfunding voor jou. Simpel. Ik wil daar nog bij bijvoegen. Ik heb vorig jaar UNIF gedaan. En ik had, wow. Oké. Okay. Ik had toen in mijn eerste semester ook allemaal negens. En in mijn tweede semester, ja, pak minder. Allee, ja, minder negens, maar niet hoger dan negen. Dus een pak vijven. Ik wil maar zeggen, als je met negens zit, is dat, of als je met buizen zit, is dat eigenlijk helemaal geen probleem voor de mensen die zich nu zorgen maken. Voilà. Als je je richting... echt wilt, dan is dat eigenlijk geen probleem dat je herexamens hebt. Dan moet je gewoon blijven gaan en blijven onthouden waarom dat je je richting doet. Buizen is geen schande, zeker niet op de hogeschool, ook al niet op het middelbaar. Je moet gewoon... blijven doorzetten. Blijven doorzetten en zien dat je zelf nog wilt. Als je niet wilt, heeft het geen zin. Wout, hoe waren jouw examens? Ik was er eigenlijk heel blij mee. Ik had exact wat ik verwacht had. Ik wist welke dat niet goed ging zijn en die was niet goed. En de rest was oké. Dat is ook wel iets als je dat van tevoren weet. Ja, ja, ik was heel blij toen ik mijn punten opende. Ik heb een gat in de lucht gesprongen. Ziek. Jij ook? Ik heb een gat in de muur geboord, maar iets anders. We hadden ook nog wat inzendingen van onze grote following, zoals ik al zei. We zien hier bijvoorbeeld een inzending. Blijkbaar staat gsm in je broekzak gelijk aan fraude op een examen. Ja, dat zeggen ze zo wel elke keer. Ja, mijn vraag daarbij was, hebben jullie al eens fraude gepleegd of afgekeken bij een examen of een toets? Hopelijk. Met een examen ook? Ik denk het middelbaar wel eens. Ja. En hoe heb je dat dan gedaan? Gewoon... Nee, dat is eigenlijk niet waar. Nee, nog nooit bij een examen. Ik had wel eens ooit een test bij het Duits of zo en ik had mijn gsm zo in mijn pennenzak gestoken. Classic. En ik zat ergens van achter en ineens zei de leerkracht, Wout, waarom geeft jouw pennenzak licht? Oh... Ja, dat was wel heel even awkward. Nee, zeg maar. Ik heb zelf nog geen fraude gepleegd, maar ik ben al medeplichtig geweest. Oh. Ik zat in het eerste middelbaar en er waren heel knappe dames. Uit het derde middelbaar was dat toen. En ik vond die toen heel knap. En wij zaten samen met het derde middelbaar een examen te maken. En ik was toen aan het meehelpen, mee afkijken. Okay. En die hebben toen nog een heel jaar naar mij gewuifd in de gang. Oh, het was dus de moeite waard. Het yes! was de moeite waard. Let's jawel. Go. Nee, dat is gewoon respectable. Ja, dat is gewoon respectable. Maar nee, ik heb ook al heel eens mijn gsm gebruikt. Echt alleen maar op een test in middelbaar. Op een gewone test, maar op een examen afgekeken. Ja, tuurlijk. Wij zaten bij de examenreeksen, ofwel in een klas, mijn groep, ofwel letterlijk in zo, een studeerruimte. Een refter of zo. Ja, refterachtig iets. En dan zat je echt heel dichtbij. En je werd ook per klasgroep gezet. Niet per se naast u, maar wel voor u. En als dat een maat van u was, dan zorg je gewoon dat een maat van u was. En die durfde al wel eens zijn hoofd. Er waren maar twee toezichters, hè, dus, of één. Nou ja. En je durfde wel eens uw hoofd opzij doen. Dus er werd hier en daar sowieso geholpen. Ik blijf ook dingen zeggen in deze podcast dat me echt in de problemen kunnen brengen. Dat is echt niet normaal. Hè? Welke school zat jij misschien? Sint-Anna College. Maar het maakt niet uit, ik heb mijn diploma al. Dus, ik heb echt een goeie verhaal afpakken, over afkijken. We hadden een vervanger voor wiskunde in het vierde of vijfde leerjaar, ik weet dat niet meer. En die man was volgens mij al op pensioen. Ja, die man die lette niet op. Hè. Dus als je een toets maakte of zo, hij was gewoon met zijn ding bezig op zijn computer. Hij lette dat totaal niet op. Dus iedereen had gewoon briefjes in zijn pennenzak, gsm's, alles, rondbladeren, die werden doorgegeven. Die man, het boeide hem niet. Echt schitterend. Hij heeft het niet lang volgehouden bij ons op school. Ik dacht gewoon in het leven. Ja, dat denk ik ook niet. Ik weet niet waar hij nu is, maar... Over niet lang volhouden gesproken. Ik vrees dat we vandaag gaan moeten afsluiten. Het was maar een hele korte podcast. Maar de SD-kaart zit bijna vol. Ja. Mevrouw Broos zit al te sturen of ik niet naar de les kom. Ja. We gaan ons moeten haasten, mannen. Ik vond het wel een leuke podcast. Ik vond het een heel leuke podcast. Ik ben blij dat we een gast hadden. Wout, bedankt om te komen. Dank Wout. Dank je wel om mij uit te nodigen. Bedankt om te luisteren aan iedereen. Hopelijk vond je het een beetje leuk. Ik vond het leuk. Zeker. Als je ooit nog eens volgend jaar Oscars, kom wel af. Als we nog eens een ander topic hebben waar je ons mee kunt helpen. En onze SD-kaarten. Anyways, bedankt voor het luisteren aan iedereen die heeft geluisterd en tot het einde is geraakt. Dat zal niet zo moeilijk zijn bij deze afleveringen. Nee. En ik hoop dat jullie volgende week terug luisteren. En tot dan. Tot dan. Tot dan. Ciao. Yo. In heaven, there is no beer.
That's why we drink it here. And when we are gone from here, our friends will be drinking our beer. Hasta la vista.